Oké, we gaan deze neerzetten. Hey, het wordt zo aan. Het is niet normaal. Echt, kan ik gewoon niet laten horen. Allemaal mensen. Jullie zien ze allemaal een beetje. En trouwens, ik hoop alleen niet dat ze het pakketje weer gaat terugnemen. Hey, ik heb een klein probleem. Ik heb net een pakketje besteld gisteravond. Die komt nu binnen, maar ik moet nu gaan naar de gym. Dus ja, en ik ben alleen thuis, dus ik weet niet wat ik moet doen. Wacht even, ik heb een goede idee gekregen. We breken papiertje hier, ja? Pak het papiertje. Leg pakket, waarop eigenlijk? Grond. We gaan erachter zetten. Dankawal. Zo regelen we dat. Leg pakketje op de grond. Dankawal. En als ze er wat van gaan zeggen, zijn het gewoon racisten, ja? Want ik kan niet Nederlands. Oké, we gaan deze neerzetten. Leg deze zo. Zo. Zo is goed, toch? Ik hoop alleen niet dat ze die pakketje mee gaat terugnemen. Of gewoon niet afleveren. Dat is een beetje een probleem. Kijk, dit lijkt er meer op. Dit lijkt meer op zomer. Dit lijkt er al een beetje meer op. Het is niet warm of zo, maar het lijkt er meer op. Man is net wakker geworden. Man is schaande. Het is 2:00 's middags. We gaan even naar de afwinkel. Even iets heel belangrijks halen. Deze hadden we nodig. En nog iets anders, maar dat ga ik niet filmen. Ook een schatje, joh. Het is een tweede osso geworden. Weet je wat een goede is? Die first koud. Ja. Ik was aan het filmen, broer. Wow, deze man. Ik wil gaan zeggen, een mooi gevoel en dat is gejumpt hebben zo. Maar deze man begint over cowgirl te praten, 69 bro. Ik zweer, ik ga expres filmen hoe ik daar niet op ga lopen, vies. Ik ga je niet wat laten zien, boys. Oké? En moet je prioriteiten kennen. Zie deze shit? Niet eroverheen lopen. Walking season. Hij neemt hele brood mee. Kijk, je moet op mij, wacht daar. Nitesh. Helemaal Nitesh. Alles goed? Even voor de chickies, doe even... Wat is je Insta? Ik heb mijn Insta. Ja, maar de chickies willen jouw Insta, bro. Weet niet. Weet je Insta niet? Hey, ik zet hem op mijn YouTube voor jou. Ik zweer het, Nitesh. Dit is je Insta, wat is je Insta? Ja, ik op mijn Insta. Moet ik hem erin zetten voor jou? Ja. Is goed, bro. Wil je eten? Nee. Ja, zo, ik zie je, ja? Ja, rustig aan. Oké, ik ben bij het winkel geweest. Eten gehad, tonijn's, brood en zo. Ik ga nu naar mijn huis. Ik ga weer even Bosnische koffie maken. Je weet hoe het werkt. Als je vorige vlog hebt gekeken, weet je wat het is. Daarna ga ik in de studio even muziek maken. Ik ga jullie meenemen. Ik ga een beetje stukjes filmen daar. Hoe ik muziek maak, hoe het klinkt. Behalve als ik niks maak. Als er geen motivatie is en het gewoon leeg is. Maakt niet uit. Ik ga gewoon filmen. Die kleine jongen van net gaat mee. Ik kan zeggen wat je wilt. Hij is klein, hij is jong, maar die jongen heeft, ik zeg eerlijk, hij heeft wel talent, man. Je gaat het straks allemaal een beetje zien. Ik ga niet te veel filmen, want ik kan niet te veel spoilen en zo. Want, hé, mijn brood. Shit, ik laat gewoon brood vallen, joh. Maar ik kan niet veel laten horen, toch? Want die liedjes komen soms ook uit en zo. Dan, ja, man, dat kan ik gewoon niet laten horen. Niet allemaal, tenminste. Dus jullie zien het zo allemaal een beetje. En trouwens, ik hoop dat mijn pakketje binnen is gekomen, man. Jongens en meisjes, dames en heren. Hij hangt er nog. Shit, man. Hij is ook niet in de schuur of zo, toch? Nee, man. Ik ben benieuwd. Shit, man. Kijk, nu ben ik in mijn kamer. Ja? En nu? Ik ben op het strand in Ibiza. In Ibiza? in Ibiza. Kijk, het strand. Lijp. Regelen. Deze beat. Jullie gaan pompen, jullie gaan horen. C'est la vie, mi amor, oh toon me nu je love. Ik ben in love met je love, in love met je love. Dit is hem niet, dit is hem niet. Nog een keertje. Kimi amor, toon mij nu je love. Ik ben in love met je love. In love met je love. Nee man, dit is hem niet! Zal ik proberen? Kan dus man! Oeh, dit? Proberen? Ja toch, probeer. Wacht even. Wacht, laat me eens deze nog één keer opnemen zodat ik niet kwijtraak. Anders ga ik je vergeten. Ja. Ik ben in love met je love. In love met je love. C'est la vie, mi amor. Ja. Pak deze toe. Oh! Was dat zo? Oh, dit is zo. Bro, deze dingetje in mijn hoofd gered. Hé, hey, wacht, doe opnieuw. Ik was vergeten dat ik begon. Maar nee, die moet nog beginnen. Nu begin je pas. Ik wil die ijs op mij. Sharia, kom bij mij. Ik wil jou bij mij zijn. Sharia, kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij mij. Laat even aan jullie horen wat we tot nu toe hebben. We hebben snel iets in elkaar gezet. En voor duidelijkheid, dit is gewoon een schets, oké? Okay? Ja. Het klinkt fire. Het klinkt echt slecht. Plus wij kunnen niet zingen, die autotune heeft ons gebackt hier. Maar ik laat even mijn stukje horen. C'est la vie, mi amor, dans mijn love, ik ben in love met je love, in love met je love. C'est la vie, mi amor, c'est la vie, amor. Dat was mijn klein stukje. Ja, dan moet je vanaf YouTube. En dan gaan we hier voor Allen Bechirovic. Dat is zijn klein stukje. Ik wil die huis op mij. Sharia, kom bij mij. Ik wil jou bij mij zijn. Sharia, kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij mij. Ik wil jou bij mij zijn. Sharia, kom bij mij. Kapot hard, broer. We gaan dit ding mixen. Een beetje mooi opnemen. En dan gaan we jullie laten horen het eindresultaat. Bro, mensen. Deze pokoe wordt zo aan. Is niet normaal. Hey, gaan we laten horen of niet? Ja, zo. Even een klein stukje. Laat me mij eens de klep laten horen. Ik stop mijn stoel, bro. Ik maak mijn stoel kapot. Maar niet uit, we gaan die pokoe laten horen aan jullie. Wacht. Ah, even klikken op deze. Ik wil die ijs op mij. Ja, een klein foutje erin, maakt niet uit. Ah, let op mensen. Gevaarlijk, broer. Ik voel die jij zo mij. Sharia, blijf bij mij. Sharia, blijf bij mij. Dans gewoon! Die shit is aan, broer! Zie, het pakketje is binnengekomen. Wacht, laat hem goed zitten. Het pakketje is binnengekomen, is een beetje gescheurd. Maakt niet uit, we gaan hem openbreken. Het is niks speciaals. Hier, dit is hem. Dit heb ik besteld. Pak maar even uit. Het is gewoon voor de camera, zo'n standaardje. Van GorillaPod. Dat merk ken je misschien wel. Kan je zo'n camera opzetten, kan je hem zo overal vastzetten en neerzetten. Dat was hem eigenlijk al. Ik ben kapot van die trap. Laten we nou een stuk van die pokoe horen. Hij klinkt wel dik, man. Ja. Je schrok, hè? Ik zit jou hier zo zoeken. Jij zoekt. Hij komt bovenlopen en hij stopt opeens. Ik denk, ik ben alleen toch? Opeens hij begint te praten tegen mij. Ik dacht, ik hoor zijn geest hier. Laten horen, dan moet je later erachter komen. Dus volg hem op Insta en ook even. Insta staat een nieuw beeld op zijn gezicht. Mijn gezicht ook. Dan zien jullie bij de volgende video. Ciao.